Goeiemorgen allemaal in Valencia, Spanje. En we zijn hier op dit moment lekker aan de wandel. We zouden in principe naar de Mascleta op het plein gaan om 2:00. Maar toen zagen we een heel leuk berichtje voorbij komen. Namelijk, wij kunnen 3 Mascletas meepakken aan de andere kant van Valencia. Is dat niet geweldig? Dus ik dacht van, we slaan lekker die van 2:00 op het plein over. En we gaan mooi 3 straatmascletas achter elkaar aan meepakken. En daarna gaan we natuurlijk nog wat meer mascletas meepakken. En avond hebben we wel 4 mascletas nocturnas. Dus in totaal kunnen wij vandaag wel iets van 7 shows meemaken. Het wordt een lekker druk dagje dus. En ondertussen sta ik hier bij een hele mooie Faya-beeld. Weer een gigantisch ding natuurlijk. Het is hier ook overal feest. We hebben allemaal stoeten voorbij zien komen. In de achtergrond hoor je allemaal muziek. Het is gewoon gezellig hier. En we gaan er vandaag met jullie samen een gezellige dag van maken. Dus ga er lekker voor zitten en geniet van deze nieuwe Las Fallas vlog. We zijn ook nog bij een andere Mascleta op dit moment. Ja, we gaan het even luxe doen vandaag. Het is non-stop Mascleta runnen. Mijn moeder die blijft bij de andere Mascleta van hiervoor staan. Die gaat dat even filmen met haar telefoon, zodat ik die ook op beeld heb. Het zijn meer Mascletas geworden dan dat ik verwacht had. En hier is natuurlijk de Terremoto. Hangen redelijk wat vlindertjes. Deze is een stuk groter. Achterin buisjes. Op de achtergrond hoor je mooi, kijk eens daar in de verte. Dat is van een andere Mascleta.
bij de val vandaan gekomen. Kijk eens, we hebben tussen de hekjes door. Er staan ook nog wat mooie buisjes daar. En dan daar nog meer. Aftellen.
gebeurd? Wat mooie mascletas meegemaakt, of niet? Misschien eentje minder dan dat de planning was, maar alsnog hebben we redelijk wat mooie mascletas meegemaakt. Het heeft weer lekker geknald. Ik ben weer super blij en vanavond nog meer shows om te kijken. Het wordt vandaag echt even een dagje vol shows. Maar we zijn nu onderweg naar het huisje. Gaan we nog even wat eten, even bijkomen. En dan vanavond gaan we weer op een been en dan gaan we weer naar de volgende. Awesome! Zie je? Nou, daar ging er dus ook eentje. Ja, ze gaan echt alle kanten. Overal nergens hoor je mascletas afgaan. Nou, ik heb een mascleta gevonden hoor. Alleen die van 8:30 die ging niet door. Ik had gehoord dat deze om 9:00 gaat. Nou, hier hebben we al wat blokjes staan. Wat buisjes, waarschijnlijk zijn dit mines. Daar verderop wat grotere buisjes. Daar hebben we een hele rij digitale knallers hangen. En dan daar verderop nog meer buizen. En als je dan een stapje naar links doet, dan hebben we daar nog grotere buizen. Nou, in de verte daarachter gaat ook een mascleta. En deze mascleta hier, die gaat zometeen ook direct beginnen. Dus er zijn twee mascletas op zowat bijna hetzelfde moment.
Alleen ja, helaas gaat deze een paar minuutjes eerder. Nou, geeft niks. Kijk, hier gaat de salute van deze weer. Zie? Dat was Dimas Kleten. We konden er even van meegenieten qua geluid. En dan gaat nu onze Maskleten. Yes, nu gaan wij. Ze gaan ook direct achter elkaar aan. Hè? Lang lontje zit eraan. Ik was dus onderweg voor een Maskleten Manuel. Loop ik door de straat hierheen, zie ik hier ook in één keer een Maskleten hangen. Maar deze Maskleten, als ik inzoom, die heeft digitale knallers. Daar is Maskleten en het gaat door tot en met daar aan die witte busjes. En dan helemaal daarachter. Daarachter hebben ze een pleintje en daar staan nog Shell-buizen. Verder is digitaal, zoals ik zei. Plus, ik zie ook al zakjes liggen. Waar dus mines waarschijnlijk in staan. One-shots waarschijnlijk in staan. En het is hier lekker dicht bij gebouw. Dus dat wordt druk voelen. Nou, ik ben nu wat verder gelopen. Links van me, daar beneden bij die lantaarnpalen, is de Maskleten. En dan hebben ze hier dus een pleintje. Waar het vol staat met Shellbuizen. Nou, dat was hem. Dit is het eerste manueltje.
Nou, die vorige Mascleta Nocturna was echt een geweldige Mascleta, vond ik. En daarvoor hadden ze eventjes een Mascleta Manuel en daarna ging de Mascleta Nocturna. Die was goed hard, mooie, lekkere, dikke digitale knallers ertussen. En heel veel sier, ik vond hem echt gewoon prachtig. Maar nu, als je op achtergrond kijkt, daar staan allemaal Shell-buizen. Want we staan op dit moment bij een Mascleta die gaat proberen een recordpoging te halen voor dit gebied. En dat is namelijk zoveel mogelijk Salute Shells. En ze zitten op dit moment, voor wat ik gehoord heb, op 3000 Salute Shells. Nou, dat gaat wat worden. Hola! Nou, tempo! Nou, doe maar. Oh, ze gaan eerst nog een manueltje doen daar ook, in de verte. Thank you.
Maar er staat nog... Het schietterrein op. Allemaal buizen, moet je zien. Helemaal leeggeschoten. Allemaal rotsen. Ja, dik hé. Dik hé. Kijk, hun checken niet even alles daar of alles de lucht in is gegaan. Al die troep van wat boven op die buizen zat. Kijk, daar ook nog gewoon wat. Nou, weer terug in het huisje. We zijn echt helemaal kapot. Maar wat hebben wij toch een mooie dag beleefd vandaag. Wat hebben wij mooie shows gezien. Vooral die twee laatsten. Die Mascleta Nocturna en die Mascleta Nocturna met die 3000 salutes. Echt. Ik verbaasde me zo erg. Het was echt gekke werk. Mijn trommelvliezen trillen op dit moment nog. Ik zie de flitsen nog steeds als ik mijn ogen dicht hou. Dat was echt een heftige show. Dat was gewoon heerlijk. Bruut geweld. Het was bijna daglicht. Zoveel shells dat daar de lucht in gingen. Maar goed. Wij zijn nu in Moes, zoals ik zei. Dus ik sluit hierbij ook deze Fias video. Fias vlog weer af. Zoals je hoort gaat er buiten nog wel het feestje door. Want we hebben hier weer, net zoals vorig jaar, een dikke partytent voor de deur staan. Maar ik ben moe genoeg dat ik ga liggen. Ik doe mijn ogen dicht en ik ben weg. Morgen weer een mooie dag. Hebben we weer wat shows. En we gaan misschien nog even een kijkje nemen op Palau. En dan morgen is het natuurlijk tijd voor de Niet Del Wok. Dat is de allergrootste siershow. De hoofdsiershow van Las Fallas. Dus ben benieuwd. We gaan het morgen allemaal beleven. En ik zie jullie dan ook natuurlijk weer in de volgende Fias vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Klik het notificatiebelletje aan, zodat je geen Fias video's meer mist. En dan zie ik jullie bij de volgende video, jongens. Hoi.